We staan hier inderdaad in de Sluitersveld bij een prachtig sport- en beweegtoestel. We hebben een paar jaar geleden een plan opgevat om eigenlijk mensen te stimuleren meer te gaan bewegen, meer te gaan sporten in de openbare ruimte. En dat krijgt op steeds meer plekken in onze stad vorm. Dat is hartstikke mooi. Een paar maanden geleden hebben we de motoriekroute in de Schelvorst geopend. Nou, er is een bootcamp in Bornebroek. We hebben een heel parcours bij het Nijreesbos. Nou, en op Indië is er het een en ander. En nu ook hier in de Sluitersveld. Oh, de Riet moet niet vergeten natuurlijk. Maar op allerlei plekken in de stad. Juist om mensen eigenlijk laagdrempelig aan te sporen. Om vooral lekker in beweging te komen. En dat is ontzettend belangrijk. We zijn in de beginfase betrokken geweest bij het bedenken van het aanbod dat we willen bieden hier in de wijk. En we worden nu ook bij de activatie van kinderen betrokken. We willen graag dat ze buiten om onze gymlessen ook gewoon in hun vrije tijd lekker aan het bewegen kunnen raken. Dus super dat zoiets gerealiseerd wordt. Ik sta bij Raj. En Raj heeft vanmiddag ook meegedaan aan het parcours. Bij de nieuwe beweegtoestellen op het Sluitersveld. Hoe was dat, Raj? Was wel leuk. En wat vond je het leukst? Denk ik wel met de buikspieren oefenen. En voel je je buikspieren nu? Jawel. En hoe vond jij het om vanmiddag hier te mogen oefenen? Leuk. Wat vond jij het allerleukst? Klimmen. Klimmen? En ben je daar goed in? Ja. Ik ben nogal een, hoe zou ik het zeggen, een fanatiekeling. Ik vind het leuk om aan allerlei dingen mee te doen. En ook om sportief te blijven en in beweging te blijven. Is het natuurlijk gewoon heel erg mooi om zo even hier op de maandagmiddag mijn beweging te pakken. Laat ik het zo zeggen. Ja, want wat hebben jullie zoal gerealiseerd hier op dit pleintje, zeg maar? Ja, een hele mooie plek om zowel je kracht te kunnen opbouwen en een stukje cardio, hoe we dat noemen, een stukje rennen en tikketje hier lekker kunt uitleven. Dus een fantastische plek om dat te doen. Elke dinsdagochtend om 11 uur dan is fysiopraktijk Sluitersveld hier om ervoor te zorgen dat mensen eigenlijk onder begeleiding kunnen sporten. Dan weten ze ook precies hoe de toestellen werken. En naast dat die begeleiding natuurlijk goed is om mensen daarmee ook enige structuur te bieden. Hè? Elke dinsdagochtend om 11 uur, dat pakt er dan ook lekker in. Maar aan de andere kant is het ook gewoon heel leuk om dat met een groepje uit de buurt samen te doen. Hè? En dan gewoon elke keer een moment dat je elkaar opzoekt en dan hier lekker gaat bewegen. Dus daar is het ons om te doen.